soldaten van Malbroeg plunderden in die tijd alles wat niet te zwaar of niet te heet was. En geen wonder dat de bevolking na 1713 haar wraak koelde door het verbranden van een strooien pop die Malbroeg moest voorstellen. Kersnich is een van de weinige dorpen waar dit oude volksgebruik nog op de oorspronkelijke wijze wordt in ere gehouden.